We gaan een keer de atmosfeer opsnuiven. Ja, ik heb dat gisteren ook opgesnuiven. En het is Mickey en Minnie vandaag. Ze zijn op... ze zijn paraat voor de dag. Ze zijn klaar voor de dag te beginnen. Wauw. Gisteren nu gezelliger dan 's morgens vroeg. En iemand mee en die reageert op zijn gsm zitten toch nog. In plaats van de sfeer op te snuiven. Maar ik zit met verstopte neus. Hoe dat met je gsm te maken? Maar ik ben een beetje verkouden dat de sfeer niet zo goed opsnuiven. Ah, oké. Okay. Maar ja, het is wel goed dat ik met de verstopte neus zat. Want daarnet heeft het eventjes gedonderd als we uit de auto stapten. Oei, oei, oei. En iemand zijn poep. Ja, reukeffecten, ja. Het was niet ik. Was nee, ik ook niet. Hè. Het was niet anders. Ik ook niet. Kook je niet? Hier zijn we dan weer. Voor de zoveelste keer. Ja, saai. We zijn hier al geweest. Een tijdje terug. Met kerst. Ja. En toen was hij geëmotioneerd. Ja, super. En nu is hij van, gelukkig, die rotte kerstboom is weg. Ah ja. Ja. Ah ja, inderdaad. Je kunt ook een plaat kopen he, van Disney. Heb je dat gezien? Met muziek. Is dat met parkmuziek? Of? Ja, dat is met parkmuziek. Ja, ik kan dat inderdaad zien voorbij komen. Dan moet je dat voor een platenspeler hebben. Dat heb ik nog. Maar ik niet meer. He. Ik ken dat niet meer. Ze zijn van een kleine woorden gezien op CD, zeg eens. Dus ja, CD 10, ja. De toon van de dag is gezet. Zeg hierin. Moet je praten, hè? Ik weet niet hoe dat is overkomen. Ja, is goed. Vanavond, 3 uur aan een stuk, in de auto. Deal. Deal. 9 uur is het pas open. Het is nog geen 9 uur. Of toch? Och, jawel. Waarom ze dat hier toen hebben? Voel je te misleiden. Dat was binnen gelukt. Het is warm, het is wel zalig. En jij musje vergeten. Pees er nu ook op. Ja. Zie ik 92 staan, dan pees ik op, joh. Ja, ik heb het inderdaad niet meer. Tje toch. Tje toch, man. Hier zit, dat is nog interessant. Pellenzak. Ja, hè. Is dat op mijn end? Om je drinkfles in te stoken. Ah, dat is voor je pullen in te stoken. Ja, dat is een goed systeem. Je kunt dan je pullen in stoken, dan kan je weg. Je pullen even, joh. Drinkfles, vooral. Ja, ja, ik weet het, ja. Ja, dat is... hoeveel is de prijs dan? Dat is 10 euro. Oh, dat valt mee. Een pullen kost mij. Ik denk dat het ook wel zo'n beetje... Oh nee, ja wel, een beetje geïsoleerd of zo. Dat zou wel kunnen, hè. Dat heb ik 30 jaar, een pullen van 30 jaar. Nee, een pullen verwarmer van 30 jaar. Ja. Cool. Cool. Ik moet zo'n pizza maken. Ja, ik denk dat je... Ja. Zullen ze dat je mat? Nee, dat vrees ik een beetje voor, eigenlijk. Veel te kleine pyjama. Veel te kleine pyjama. Is er iemand aan het stoeven met ons? Hoe? Een bericht gestuurd. Hola. Dat die persoon mech al hier is. Amai. Wie zou het zijn? Ja. Wie zou het zijn? De naam het is dezelfde naam als de Jumbo. Ja. Maar een paar letters vervangen. Dat zijn nieuwe t-shirts. Hè. Wat vind je ervan? Design. Beetje kaal. Ja. 30 jaar van magie in een zakje. 30, dat zijn schone kodertjes. Dat is wel waar. Deze is leuk. Zodat. Is dat metaal? Ik denk van wel, of moet je een hard spot. Raad ik hier? 26. 30. Hier, Rubik's Cube, god te dikke. Allemaal, dat is Disney 100. Dat is van die collectie, ja. Disney 100 jaar.
Rubik's Cube. Je ziet een Rubik's Cube. Van die jas hierboven, Flip, is ook van 100. Inderdaad, ik zie het. Het staat hier. Ja. Mooi, hè? Staat er iets op de achterkant? Oh ja, wauw. Ik ga een keer vast doen. Kijk eens, ik wil een jas. Allemaal extra small, ja, dat gaat niet lukken vandaag. Dat is van It's a Small World, hè? Ja, extra small. Ja, wat tof. Ja, mooi, hè? Yes. Mooi. Mama's jasje? Nee, papa's jasje. Oortjes van 30 euro. Wauw. Oh, Philip, die heb ik nog niet gezien. Chic. Mooi, hè? 200 euro. Oh ja, maar hey, dat durf je toch niet aan doen? Nee, ik weet het ook niet. Het is nieuw, hè? Nieuw, hè? Ja. Het is ook nieuw op je visa-kaart. T-shirts zijn ook een beetje van hetzelfde, die trui. Wel een beetje Phantom Manor-stijl-achtig en zo. Ja, vind ik. Dat is leuk. Hier de goedkope versie dan, van de 200 euro. De goedkope euro. Versie, 30 euro. Stel, ja, maar ja, het is er geen 200, hè. Hier ze. Mooi. Ja, dat is ook mooi. Koekendoos. Ja. Heb je nog koekendoos nodig? Nee. Ah, nee, dat is een mug. Dat is een mug. Nee. Met een deksel. Dat is de wasp niet. Nee, het is een mug, een hele grote mug, voor je veel cafeïne nodig hebt, morgens. Mega cafeïne mug. Ja. Ben je nog door een koffietje gedronken net dat je high ziet voor de rest van de dag? Ik denk dat ook. High tea. Dat is meer van dit, meer van dit. Meer van dit, ja. Ja, maar ja. Ze zien hoe bezig, hè? Zeg, heb je dat al gezien? Hier zijn aanvullingen voor de... Hier, navelingen voor de zeepomp. Zie je dat? Dan koop je die zeepomp en dan heb je navelling. Voilà. Hoe bezig. Je moest er nog fromageren. Ja, ze moest nog biolust. Je was nog aan het fromageren wat je vorige keer gedaan, maar dat moet je niet zien zeker. Dat is weg. Maar toch verzekerd al op zijn YouTube kanaal. Ja, YouTube, het was in de Friesland. Voor de mensen die het vragen nog een keer, het is Vitanimo dat je moet zoeken. Ja, op YouTube. Op YouTube. Op Instagram. Maar ik had er een die dat vroeg in de commentaar. Had hij een gastenkanaal, zeg je ja. Een kanaal, een kanaal liever niet. Nee, ja, dat is iets anders. Daarvoor naar hier Savon de Pour les Mains. Hier moet je rugzakken. Het is een klein rugzakje. Je is nog niet wakker, je is nog niet wakker. Nee, de warme kakker. Ik heb net een schoonheidsgedaan in de auto. Bijna Valentijn. Ja, echt, net. Maar ja, dat is Disneyland. Ja, we weten niet of het goed niet te komen is. Ik denk dat we dan naar het andere park heen gaan. Maar nog een keer Marvel. Dan gaan we naar Marvel, dan is het ook een beetje. En nu gaan we weer naar de rondvangeren in het Ze zijn hier achter je, met je vervoer. Ja, ik denk dat dat ze meegaan met de boevenwagen. Te laat. De boevenwagen is niet goed dat je dat. Maar ja, dan dacht ik van, ik heb een keer met de boevenwagen gedaan.
Dat was even Filip. Als ik daar eens zat, dan hou ik dat het wel. Ja, maar goed, het zou ook kunnen dat Jordi gepasseerd is. Jordi is hier ook in het park vandaag. Ja, we kunnen dat liedje niet zingen van Jordi is hier niet, 1, 2, 3. Nee, we kunnen dat niet zingen. Jordi is hier wel, 3, 4, 8. Jordi is hier wel. 3, 4, 8. Maar Jordi is al andere oorden hier aan het opzoeken. Van de adrenaline keks. Je zit al in Space Mountain. Ja. Space Mountain. Space Mountain. Maar wij gaan, ja, we gaan bij de richting... Nou, Big Thunder Mountain. Ja, maar dat is wel jong. Top, Big Thunder Mountain. Zijn die later? Ja, oké, okay. Mag ik nog eens toch een keer proberen met Peter Pan? Het is te druk. Maar, te druk. Wel, dan misschien geen... Ja, we kunnen dat wel zien of we langer dan we moeten wachten. Zo spannend. Wat heel spannend. Ik zie er wel een voordeel staan van 5 minuten. Kan. Hola. Nee, nee, Ola, geen Ola, ijsboerken. Ja, het verandert ooit. Captain Jack, dat zijn allemaal restaurants. Meet and greet. Ah, meet and greet, moet dat meet and greet, hoor. Captain Jack. Wat is de parade? Te vuffen of Captain Jack? Maar de gewone parade, maar de... De denkparade, de... Ready for... Ten avond. Ah, dat vind ik wel een tof. Nee, ik kom dat je attractie er niet op. Dat is omdat we weer drie stonden. Voor dat informatiebord. Ja, hé. Hier kun je alles te weten komen, als je lang genoeg tijd hebt. Ah, dat is... Ja. Oh, dat hebben we een paar piraten, 5 minuten. Big Thunder Mountain is open, 5 minuten. 5 minuten. Phantom, 5 minuten. It's small world. Ja, nee. Klaas Nijsje. Nee. Closed. Pinocchio is closed. Peter Pan's closed flight. Today. 5 minuten, Peter Pan's flight. En Pinocchio is closed. Maar ze moeten beter Big Thunder Mountain niet doen. Ja, voor mijn slee. Dan ben ik dan normaal wel dat er 45 minuten staat, zeker. Nee, ja, hoor. Dus meer... min ook eigenlijk. Oké, maar ga ik naar vier? Was hij fan van? Peter Pan? Ja, Peter Pan is wel een drie van mij. Maar ja, voor de Big Thunder Mountain ook goed. Turbuur, dit is hier goed. Je mag die video niet monteren, is dat erop een paar monte? Dat is wel mee. 7 tot. Wacht ik, mee, 2. 7, 8, 2. Jordi is vandaag mee. Jordi is vandaag van de partij. Hey, hey. 7, 8, 2. Jurgen moest vanochtend naar het wc. Piep, het laat. 3. Jordi doet pipi. En we hebben een bikini. Dat kasteel is toch zo mooi. Zo mooi. Zo blond. Oh, zo mooi. Zo ja, hier de prinsesjes zijn zo blond. En zo alleen. De Belle au Bois Dormant. La Belle au Bois Dormant. Sorry. Sorry, mijn vriend.
Dat is een omentour. Maar Peter Pan is dat dan? Misschien komen we de tour even veel doen. Wie? Wie? Ik alles is niet. Het is weer zover in Maastricht, je goed even, je mooi vest om. Mooi aussi. Hé, ze een schone vest om. Ja, is maar met een dikke frak. Ah. Zie maar een dikke frak om. Nog een plaats waar we iets hier voor ik heb het. Auberge de Saint-Andrion. Het kot van de prins Hersten zijn. Zijn het kot van de prins Hersten? Momenteel 92 euro voor het menu. En is het buffet of is het gewoon à la carte? Nee, het is gewoon à la carte. Ah, okay. Een minuutje van 92 euro. Dat is wel niet... Want dan komen de prinsesjes op je schoot zitten. Hè? Dan is het heel goedkoop. Lekker als een poepster. Sneeuwwitje met sneetje. Ja, hè. Zie, het binocchio is gesloten. Wij. De crew is met conchij. Pinocchio is toch? We gaan niet politiek doen. Nee, hij politiek doen vandaag. Hier hoor, anders gewoon weer op zijn paard zitten. Ja, voilà. Hij door al op gezien. Nee. Maar alleen. Ik moet een carousel doen, maar ik raam er ook moeilijk op. Voilà. We doen de 80 kilo. Wat nu? Ik weet het niet. Hé, die. Ik Dat ik vorige keer gedaan met Jordi. Had ik wat voor kleur Dumbo dat gepakt heb? Nee, heel vaak tot de Jumbo. Ja. Het laat het je verschil heen tussen Dumbo en Jumbo. Als je dan nu hebt, staat de muur heen. Doek. Dan ga je opeens maar de korenderende doen. Maar zo'n aarde is dat. Kost niet verder zeer. En jij zit aan het park dus. Ja. Dat duurt dan een stand, dat kan toch niet. In mijn vorige video was het ook 5 minuten. Eindelijk. Anders is er altijd een wachtrij van makkelijke minuten. Ik heb een vraag. Moesten ze hier een restaurant bij zijn? Ja. Hoe zou dat noemen? Pieter Pan. Ja, Pieter. Pieter Pan. Wat voor Pieter moet je aan? Hij mag ook zo. Ja. Bonjour. Doe ik al die achtersnobben heen? Die tassen, ja. De twee vet zaten even smak hoor hier. Dat hij hier zijn, hè? Kijk, dus hier nu zitten zijn. Ah, ze zijn een slippe, jongens. Ja. Die is goed. Here we go. Thank you.
lekker, hè? Ja, maar hier zien we een overloper hier. Je ziet voor de piraten van Batavia hier. Ja, dat is wel waar. Ik zie voor de piraten van Disney. Ik zie de piraten van Batavia al leuk. Maar allee. Ja, sorry. Hoe kom je hier dan nu eigenlijk bij? Omdat het gewoon mooier is. Het is, ja. Ja, zeg, hé, kijk. Ja, sorry. Op een wereld of op een nieuwe wereld, maar gewoon op Pirates of the Caribbean. Alleen in 5 minuten zijn we er. We zullen de soutien aan George, manipulation de couple Amerikaan préparé. Allee. Mijn camera zit wel wat zak. Voor de keer dat je van voren zit. Hij had er nog niet film. Het is levende schande. Om hier gaan eten? Ik wel, aan de tomaatje roepen, bon appetit, moet je dan de broodjes meten naar de boot. Dat is eerste, hè. Ja, en vlees ook. De slingerpiraat is kapot. Come on!
Oh, nu staat. Dat is wel een derde keizerhonden. Oh-oh. Oh-oh. En nu kijk je de lucht dan. Hier staan we dan. Ah ja, daar gaan we dan. Qui veut des perles et des diamants? Montre-leur la marchandise! Et maintenant, votre fripouille! J'ai entendu 6? Qui offre 6? C'est moi qui ai la carte au trésor, moi, et moi seul. Et je donnerai comme recours à tes braves capitaine Jack Sparrow quand il saura que je suis le seul à avoir mis la main sur le pactole. Het is veel, hè? Hé? Hoe is het allemaal weer gehad? Oh ja. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Merci de votre patience et de votre compréhension. Ladies and gentlemen, your attention please. For technical reasons, our adventure has been temporarily interrupted. We hope to be back in operation very soon. Please remain seated. Thank you. Ja jong, we gaan moeten uitstappen. Ik hoop zo. Ik heb er geen woord van verstaan. Je zat hier echt in de Caraïben, geloof ik. Ja, joh. Hier zitten we dan op Pirates, 3 uur later. 3 hours later. Ja, jongens, het is file. Technical problems. Die zijn ook stuk. Oh-oh. Dat ziet er hier niet goed uit, jongens. Het is dikke prijs. We hebben het zitten. We hebben het zitten. En wat heb je nu weer uitgestoten eigenlijk? Dat is weer die onfoute. Nee, ja, niks gedaan. Ik word er hier. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour des raisons techniques, notre aventure est momentanément interrompue. Veuillez rester assis. Nous espérons redémarrer le plus rapidement possible. Merci de votre patience et de votre compréhension. Ladies and gentlemen, your attention please. For technical reasons, our adventure has been temporarily interrupted. We hope to be back in operation very soon. Please remain seated. We worden geëvacueerd. Sst, die mensen die slapen hier. Sst, het is zo stil. Rustig. Was dat die plezier achter ons? Hoorde ik? Waar achter ons? Hoort? Ja, het is niet gepiept.
En die belooft gewoon niet. Ja, en de andere niet. Ik vind dat zo gek. Dat is een leuk geluidje zo. Zeg ik dat een rustig aan doen hier achter de zee? Zeg? Filip, wat heb je gedaan? Ik heb dat al 3 keer gedaan, maar ik zeg, hij wilde dat al 10 keer, dus ja, ik zeg gewoon hem dat plezier hun. Eigenlijk is dat vandaag precies niet dat een droom dan. Ik heb op de kant kan zitten, voordat ik anders nooit kan, maar te lang mag het is. Ik zeg al heel lang dat ik gewoon geëvacueerd word uit een attractie. En dit zo doen. Hoe heb je dat geregeld voor mij? Je kunt over, dat is magie, dat is gewoon magie. Jordi zei het in Notto, het is magie. Het is magie. Ja, zolang op magie de blok moet, is goed. De blok aan uw been, geen politiek vandaag. Dank u. Misschien moeten we zelf beginnen zingen. 1, 2, 3, 4. 3 hours later. 4 hours later. Ik kan toch zeggen dat we een super lange ritje op Pirates hebben. Ja, maar nog nooit zo lang op Pirates gezeten eigenlijk. We hebben rustig staan de piratenstijl. Wat hè? Of voor piraten? Jans, dus ons beter kennen in hangsteen, dan moeten we wat zien. Ben je dat er echt wel een serieuze pan is? Weet je wat dat er griezelig zou zijn? Dat naar het Rikhof schiet, dat je gewoon in de donker zit, niks met die hout. Oh ja. Just de noodverlichting. Ik zou dat niet erg. Oh ja, ik zou dat niet bang worden. Oh ja, dat lijkt me toch niet gezellig. Ik vind dat wel een keer. Die hierachter is, amuseert hem, hè? Dat is wel waar. Maar nu testen ze. Maar goed, ik ga hier met een camera zitten. Ik ga wel een beetje wachten, denk ik. Oh, die hierachter moet ik in zijn bedden smaren. Nee. Wat is dat? Ik denk niet op Instagram, ik zeg, het is moment, hè. Voor te twitteren. Ja, hier zitten we dan, in een bootje. Samen in een bootje met Vitani, man. Gezellig. Direct alweer zijn gsm voor zo smoel. Ja. Oh, dat is het, hè. Ja. Je zal profiteren voor foto's te trekken. Op de beste weg. Ja, hè. Het is mijn Halloween foto. Ja, dan is het met de Halloween. Halloween. Ja. Hallo. Kijk, hoe raar dat dan uitziet, die geschilderde ding. Ja. Had dat direct als de lucht erop zit. En nu gaan we weer een tour backstage doen. Ja, want dat zit er inderdaad gekoopt, als je dat nu zo ziet. Ja, dat is raar, hè. Wat dat licht niet toe in een attractie. Nee, nu zie je dat, hè. Maar hier moet het nu staan. Zijn we in de Parfumier muziek backstage? Ik heb dat niet gehoord, ik weet ervan niet. Ja, niet erg. Het is niet te zien, hè? Ik heb dat je buiten zitten. Dat is er niet aan te zien. Ik heb een paspoort was nu voor gesteld. Ah, misschien, een chance. Kijk, de vraag, waarom is die is dat? Cameraatjes hier? Het over die keuken. Ja, wat zit er doorin? De lucht of zo op deze kant. Nee. Een detector voor te zien van de bootjes die passeren. Ja, maar ik heb een voor... Nee, het is detector, geen camera. Ah, voor die afstand. Camera's hangen er hier wel genoeg. Je kunt al boven te voeten rondwandelen, wist je dat? Ja, dat is kan wel. Je kunt toch weer rondlopen te voeten. Dat is chic, hè? Eigenlijk, like die piraten aan de boot, we staan er nu toch over bezig zijn. Weet je dan, die piraten moeten hier afgewerkt zijn en de rest is mechaniek. Ah ja, dat weet je ook. Oh, waarom moet dat niet nog stoppen? Chef, zet die attractie maar weer aan. Maar je hebt die toch al gezien. Nee, dat is ook van die documentaires enzovoort. Dan ze ja, ik weet het. En zo zie je dat eigenlijk wel. En nu? De deuren gaat open. Ik hoor het. Moet me schrikken? Sinterklaas is door. Schrik? Sinterklaas is door. Amuseer dat met zijn bad hierachter, je vindt. Ik bezig is met dat wat achteruit ging, zijn dat is een mechanisme die de boot achteruit trekt, maar dat is niet. Dat is omdat water niet meer... de dingen die de baren zijn gedaan. Ja. Een petit probleem of een groot probleem? Is het plezant? Die naar mij is komt staan, ik geen probleem is, maar ik denk hier dat er over een groot probleem gaat. Maar ja, maar Jack Honey.
No Jack today. Jack is mijn congé. Olé, olé. Moeten de geluidsbanden onder zijn, hè? Ja, we vesten bij Kovrak, snapte u? Van het verschot. Van ja, verschot. Is de jullie naar de bijen verschoten? Ja, verschoten. Ja. Ja, maar... Nee, het is een top. Je bent hem geëvacueerd van Pirates. Het is een top, dat, hoor. Hey, hoe dat hier kan reageren, net, Filip, ik weet het niet. Maar normaal... Maar Jurgen zegt tegen mij van, ik zou niet toch een keer wel in pannen van, zegt hij maar een woord. Ja, maar ik, Peter Pan, heb ik doe ik al lang niet meer, omdat er een veel te lange wachtrij is. Vandaag maar 5 minuutjes is Peter Pan. Ja, hé. Dan zei hij, oh, wat een Pirates, ik zou eigenlijk een evacueerd worden. Maar gebeurt er? We staan in pannen. Dus evacueer. Voilà, zijn droom is uitgekomen van... Wat gaat er nog uitkomen? Ik zou heel graag... Maar dan nu, ik heb bewezen dat dat gesloten is in het passeren. Pirates is dicht. O jee, hoe zou dat komen? Hint, hint. Ja, het is dus niks, het is dus echt wel gesloten. Hè. Het is gelukt, hè? Ja, het is gelukt. Voor een keer. Pirates kunnen saboteren. Maar heel de backstage gezien. Ja, we mochten niet filmen, mocht niet filmen, hè? Maar goed, we zijn dus geëvacueerd geweest uit Pirates. Ja, zeg maar. Van mij was dat al de derde keer. Veel mensen zouden zeggen, oh nee, dat is dat veel. Van mij was dat al de derde keer. Dat was dunne mentale, kunnen filmen, zijn we gevraagd om niet te filmen. Dus dat is echt niet op de beelden. Maar ja, ik dat ook. De hele doop waren voor die magie nog wat in stand houden. Ja, maar ja. Dus het is een topdag vandaag. Ja, nu al, hè. Maar het is allemaal vliegtuig voor mij, denk ik. Maar je hebt gevraagd. Ja, we worden overwege attractie, zegt hij. Wat zo die heerlijke... Ik zou hier een keer een zoen in van Maleficent. Wat valt er in? Oké, maar... Huh? Jackson is er wat in. Het is ondertussen al 10 uur, zeg. Miljaar. Ik vind het wel... Ik ben lang moeten wachten op de wachtrij. Maar het is de eerste keer dat ik zo lang moet wachten op een attractie. In een attractie? Of in een attractie, hè. Voor de ruiter, in plaats van voor de ruiter, ja. Je kunt het nog 1 uur kunnen doen. Ja, zoiets 20 minuutjes. Dus, oké, we hebben dat al bezig met het erover. Dus we gaan verder, want die andere boom is ook weer over. Dat was vorige keer ook al over. Ja. Speelplein? Ah, nee, dat is gesloten. Speelplein is dicht. Doe toch. Ah ja. Welkom in Disneyland Parijs. Vandaag gaat Filip u meenemen op een toeristisch plaatje in deze omgeving van feerieke elfjes, trolletjes, prinsesjes, piraten, maar die staan eventjes in pannen. Maar geniet mee van dit avontuur van Filip. Geniet ervan. Tot een beetje later, dames en heren. Fijne dag nog.
steekt dat hier eens uit. Wat we nog kunnen doen is in de Marvel dingen staan twee gaan meeten naar in mijn center. Trainingscentrum. Kan je reserveren? Ja. Ja, dat weet ik niet. Trainingscentrum. Ja. Dat is misschien Loki zijn. Loki, Heiki. Hinky. Dindo. Dat zijn de twee ergste kolonels. Wat doe je hier? Ja, ik ben hier op stap. Ik zie het. Op stap. Ja. Hij is achter waspoeier geweest. Ik ben op waspoeier geweest. Je vestje is gekropen. Ja, nee. Ja, ik denk het ook. Nee, ik word aan het vertellen dat ik mijn geld ga weer vragen. En dat Oeie. Ik had is. Van wat? Lang geleden. Ah, ja, was ja. Dat niet in trok. Heb je er nog pirates geweest? Ja. Jurgen zegt, zou ik toch een keer geëvacueerd willen worden? Ja. Zegt tegen hem, het is maar een woord, boef die lucht. Het is gelukt, het is gelukt. Ja, we zijn dus geëvacueerd. Ze hebben Pieter Pankhuis dit maken. Ja. Dag kan ik eerst. Ik heb al veel gedaan. Twee keer op de Space Mountain, bij Thunder Mountain en op Waspoeier. Ah, met Pieter Pan en de Piraten. Maar bij langer de Piraten. Ja, 20 minuten. We hebben langer op de attractie zien of in de wachtrij. Wat? Ja, ja. Maar we moeten wachten om erop te raken in plaats van erop. Ja, dan moet ik wachten om erop te raken. En iedereen moet wachten om erop te raken. Het is vermeden voor nu. Ja, maar bij Thunder Mountain is ook vermeden. Ja, Jordi zat er, het bed was kapot. Ah, ja, en Jordi had op Pirates, het was ook kapot. Geen goede combinatie. Nee, ja, dat is... Ja. Maar goed, het is zo fijn om in Disneyland te zijn. Schuttingland. Maar niet bij maar dat is schutting. Maar ja, dat valt toch niet. Dat is toch gewoon gecamoufleerd. Het is niet dat andere partners dan winnen zeggen. Dat ik met zo'n zeiland. Een andere part doen ze dat zo en hier doen ze schutting. Maar ze maken ook wel van die schutting. Ja. De kier zit dat niet zeggen dat het een schutting is. Dus het is een bamboemeur. Ja, het is een bamboemeur, hè, ja. Als houdt dat dus backstage, hè? Saltania! Ze zien weer aan het roddelen over me. Maar je zit erbij, dat is niet roddelen. Ik kom achter de drankje, ik kom met mooi in. En ik ga er achter de drankje voor dat ventje. Ik zit er in de verte, dat ventje op dat bankje. En kom ik terug met de drankje. Toen zei merci. Of zeg ik van, kom ik naar het start. Uit de hoed, kom ik het bankje waard. Dus vanmiddag ga ik misschien een keer het hotel doen. Oh ja, ik wil daar ook nog hebben vandaag. Ja, hoeveeltje heeft de minuut, like vorige keer. Nu was 5 minuten, kijk, maar van vroeger had dat misschien nog korter zijn. Nu was het wel met zo'n betaalde pasje pakken. Ja. Ja, er stond hier al zat op mijn hoofd. Ja, we gaan hier terug naar binnen. Wanneer is de keer gaan kijken? Big Thunderman, ik hoor een Big Thunderman alweer. Zeg Jurgen, Big Thunderman. Maar wanneer ik hoor hem? We moeten nog meten en gereden. Ja, ik moet ook nog meten en gereden. Ja, reserveerde ik, hè. Ah, het is niet van eten. Nee, zo gaar naar Spiderman, hoor. Nee, Spiderman niet. Ik ben een Thor, maar Thor zit hem niet zo. Thor? Nee, Loki, met zeggen. Loki. Ik ga liever Heiki. Allee, zeg salutjes. Ik ga liever Mountain. Ja, hé. En waar ga je naartoe, jij? Ik ging naar Pirates gaan, maar het is toe, dus ja. Beetje wachten. Dus ik kan ook iets anders doen. Ik ga naar Schuttingland. Ik ga naar de... Ja. Het is een small world, al de Schuttingland. Dat is een small world. Ja, maar het is niet gedecoreerde Schuttingen. Dat is waar. Ja, zien we? Ja. Maar door. Waar had jij nog een stom babbel? Hopen ze weg. Maar ja, jongen, ik heb nog iets anders te doen vandaag. Discussie. Dat is ook gezellig. Discussieer met er nooit. Nee, maar het is juist onze eigen mening. We discussiëren over onze eigen mening. Ja, geloof het. Dat is wel goed. Ja, we zijn weg, hé. Volg het. Ja, jullie lijkt er niet mee. Tot binnenkort. Ah. Ik heb ook een aperitief op de pizza ook dat. Post. Zeg. Zoek je toch beter op Lopsaland gewoon, hè? Maar ik kan die niet, hè? Pizza al post. Ja, maar ja. Dan kun je nu ook champagne krijgen in een glas. Ja.
En ik vind dat de prijs niet nog redelijk. €15. Ja, dat is toch sava? Vind je dat sava voor een plastic glas champagne? Dat is gerecht glas. Nee. Heb je het glas om? Nee. Joi. Ah ja, voilà. Het is plastic glas. Ah, oké. Okay. Dat is wel minder. Ja, en de volgende attractie dat we niet kunnen doen, die in pannen leidt. Wat is dat hier vandaag, zeg? Wat gebeurt er? Dat is een plopsalon, hè? De pannen. Ja. Weet je wat dat komt? Nee, Filip, ik weet het. Heb je een pork is zo het wel laten vliegen al als achter. En daardoor heb je geswapt voor de storing. Weet je het? Ja. Maar alleen, dat kan toch niet? Nee. Oké, maar echt druk is het niet. Hoe laat is het nu? 10:00. Kijk eens. Lekker rustig. Ah oh ja, zie je, hier is niet zo aan het werken. Nog altijd. Ja, ja. Ja, dat kan. Even shoppen in de shop. Als die lang is, van de pit en de motor, dan kan ik wel. Ja, ook dit is de motor. We hebben een jury team. Ja, Oh, mijn kinderen, ze kassen wel. Heb je iets gevonden? Voor Valentijn, een schoon cadeautje voor Mini en Mickey, together forever. Nice, hè? Very nice. Yes, yes. The price is ook nice, I think so. Oei. You... 30 euro? No, 25. Oh, nog goed. Voor twee. Voor twee, 25. Voor twee. Oh, dat is... fantastisch, ook zo groot, hè? Ik ken dat, hè. Ken die. 25? 15. Dat is ook nog te doen. Dan de prijs speciaal naar beneden gedaan voor jou. Zeg eens dat je daar niet moet komen, want de prijs nog zat. Voor de Jurgen, alles voor de Jurgen. Attracties in pannen vol, hij wacht erin. Alles voor de Jurgen. All for you. Voilà, ze tuteren. Ja? Dat wil ik gaan doen, zo'n foto met zo'n figuurken hier. Nee. Wil je dat ik het doe? Ja, we kunnen dat ik het doe. Allee. Je moet foto's aan voor zijn Instagram. He. Nee, maar het is voor jou. Ach, je ook? Ja, voor mij hoeft dat niet. Ik heb liever biestjes. Ja, maar... Echte biestjes. Je vroeg... weet weer niet wat dat wil, hè? Nee, ik vroeg gewoon, Filip, heb je dat al eens gedaan? Nee. Ik heb niet gezegd, Filip, gaan we dat eens doen? Ja. Ik zei, Filip, heb je dat al eens dat gedaan? Voor mij komt dat op 16 neer. Voor mij komt dat op 16 neer. Ja, maar je gaat nu toch geen ruzie beginnen maken? Ja, ik. Filip.
Het is hier toch een vredelievende plaats. Ja. Hoor dat er niks werkt vandaag. Alles ligt in pannen. Ik precies een priester. Ja. Een priester. Een priester. Een priester. Je weet het niet waar graag in de lekker met het. Nou, dat vol nog niet. Want amber zit te droog. Ik ga liever een beetje vochtiger. Damburg-syndroom. Kun je er ook niet aan doen, hè? Moet een beetje saus op voor me. Lekkere saus. Ja, saus. Kelsaus? Dat joppie-saus. Joppie-saus. Ken je dat, joppie-saus? Van de Jumbo. Van de Jumbo? Wat dat joppie met Jumbo te maken? Ook aan de Jumbo. Huh? Ja, ja, maar ja. Hier is restaurant voor deze namiddag. Ik weet dat het in de Kveef ook komt, alleen het is niet dat ik niet. Is restaurant voor deze namiddag? Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ga een pier op de kaart. Zou je dat wel doen? Ja, toch ook zeggen. Ah ja, hier moet ik vriend. Het is starter? Ah, ja, hij mee. Vroeger was dat alles. En nu is het kiezen. Ja. Gaan we nog Phantom Manor? Ja. Ik wil wat doen, het is niet mijn favoriete attractie, maar ik wil wat doen. Maar we zijn hier bij, terwijl we er nu toch zijn. Pipi doen. Dat kun je ook. En wat wij er nog zijn terwijl we er toch zijn? En wat Phantom Manor? Mickey Meeten, ja, Mickey Meeten. En wat gedaan? Mickey Meeten, nee hoor. Jawel. Nee, hè, wat is dat? Ik heb er foto's van? Nee, het was niet met Mickey. Jawel. Nee, is niet waar. Maar allee? Nee, we zijn nog niet in Mickey Meeten, we zijn nog niet met een boek met een hand. Dat is een euro wagen, hè? Ongeveer. Ik wil er vandaag op 1 minuut over mijn oefen. Toen is een dag compleet. De kant is helemaal in de verzets, maar er was plaatsjes. Hoe zeg je? Het is ook nog een week, hoor, man. 13 minuten. Moho. De grote wachtrijdeur. Ja? Ja, hé. Lorsque d'étranges et d'inquiétants bruits se font.
Tout begint hier. Ici, vous pouvez admirer les portraits de la sublime maîtresse des lieux et de ses prétendants, moi... Real beauty of the towns awaits us. And she's dying to meet you. But beware the phantom. Trouvez-vous marié à toi toujours l'homme de sa vie. Treetje.
Alleen maar juist een ritje gehad op Phantom Manor. Waarom is dat niet, waarom is dat geen attractie dat je haar doet? Goh, ik denk dat dat een attractie is dat ik al wat te veel gedaan heb. Ja, dat is ook een... Voor nog te zeggen van, wauw, zo. Van, ja, dat is mogelijk. Dat is, al de attracties zijn op zich wel tof, maar ja, ik kan niet zeggen dat ik dat niet leuk vind, maar het is niet... Dat is een attractie dat ik hier wel snel zou overslaan. Ja. Star Tours is vooruit veel meer. Nee, maar dat is hetzelfde. Like Star Tours had ik in het verleden al lang niet meer gedaan, omdat ik er toen een beetje mis werd. Ja, ik heb dat de afgelopen zomer voor de eerste keer weer gedaan. En dat is zo weer een keer leuk om dat te doen. Moest ik bijvoorbeeld een jaar of twee in Phantom Manor niet doen, bijvoorbeeld. Zo dat misschien ook wel op die manier. Ja, Pirates doe je dan ook weer niet. Omdat je die in Europa Park vindt. Nee, dat is niet waar. Praat over omdat je eigenlijk nog komt. Nee, dat is niet waar. Pirates vind ik hier nog altijd een leuke attractie, een topattractie. Maar als je moet een vergelijking maken tussen Piraten van Batavia en Pirates hier. Vroeger stond Pirates bij mij hier lang op nummer 1. Maar nu vind ik Piraten in Batavia... dat is keuze. Wat techniek die wat anders is. Zo van... vind de scènes en vind ik... dan nog iets meer hebben. Ja. Pijn dat je de weerwolf niet aan het oproepen zit, precies. Ja, dat is gewoon, daardoor dat hij er constant pan is, want Victor de Mouten staat aan pannen en dus... Ja, hé. Dat is mijn tweede... Boot is daar. Zie je? Ik weet niet, hij. Ik wil een boot. Ik wil een hele grote mooie boot. Ja, ongeveer. Maar het stond al veel bezig voor drup, toch niet? Het is nu 11 uur. Is het al 11 uur? Ja, we moeten toch niet te ver mee lopen. Om erbij te kunnen bij die groep, ja. Kunnen we er niet bij? Nee. Volgens mij kunnen we er bij. Dan gaat dat juist zien. Ja, oké. Okay. Wat even. Beter dan hier op een bankje te zitten, nee? Tuurlijk. Lekker patte chique. Ja, lekker eten. Naar toe blub, blub, Star Tours. Blub, blub. Moet dan nog shopping doen, nee? Ha 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 ha
ken me niet, ik ken die noten. Nee. Maar een keer zo, maar op cruise, ga je mee op cruise? Ja. Naar Andalus, op cruise. Oh, Andalus. Nee, ik ga liever de saus ik. Ja, waar gaan we? Op de boot. Maar waar op de boot? Ja, de piloot staat ook klaar, hè? De stuurman. Ja, je is bezig met de toestemming voor op te stijgen om te vragen. We gaan op de boot. En dat is een hele grote, mooie, grote boot. En als je niet mee voort, dan zie je een dikke kloot. Moet nee, niet al achter. Jour bon, jour bon. Deuxième appel pour l'embarquement du Molly Brown, tout d'abord. Dear passengers, good morning. Welcome aboard to the Molly Brown. You could have more 15 minutes. For the comfort of the world, we invite you not only to eat smoke and drink and all. And now there are no satellites on the moon. Also, please sit on the entrance and the stairs. Thank you and have a nice journey. Second protocol of the Molly Brown, all aboard. De lijst aan boord. Ja, hé. En er is geen wc, dan zou je moeten kakken, dan ga je niet mee zeggen. Tuut, tuut. Hier zie je. Attention passengers. For the safety and comfort of all, please do not smoke. And for your own safety, please do not sit on the handrails. Please also note, there are no toilets on board. Wie zijn de rabarbers? Hé? Gaan we niet benzen? Het is hier toch niet goed? Howdy, folks! Iceberg! Mochten we een tour hebben, we zitten op een boot. Hebben boot, ik heb een hele, hele, hele grote boot en die vaart hier op het water. Ik wil nog een rechtje maken voor wat het tijd is om te gaan middag te maken. Comme beaucoup d'entre vous présents à bord aujourd'hui, je suis originaire du vieux continent. Et c'est donc un plaisir de pouvoir m'adresser à vous dans ma langue maternelle. Tout l'équipage se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à bord. Nous avons d'ailleurs l'immense honneur de compter parmi les passagers d'aujourd'hui, Madame Jichua, ou Molly Politati, oui, Molly Brown, la Molly Brown, qui a donné son nom à notre bateau. Parti de rien, Molly et son mari sont devenus riches en trouvant de l'or ici, dans l'Ouest. Maintenant, ce sont des piliers de la société, et ils sont également connus en Europe. N'est-ce pas, Molly? Oh, chère,
try to make their way through this wild country. Yes, sirree, Captain. This here sidewheeler is one of the best boats in America. If I do say so myself, they call it a sidewheeler on account of the wheel that propels it is on the side instead of in the back. Le Molly Brown a moins d'un mètre de tirant d'eau, ce qui lui permet de transporter passagers et cargaisons même dans les eaux les moins profondes. Samuel Clemens, Mark Twain as he called himself back in Hannibal. It was him that told me about all the riches out west. I said to myself, why should men get all the chances? So I set out to make my fortune, and look at me today. Oui, crier Mark Twain est la façon dont on signale qu'il y a assez d'eau pour qu'un bateau à fond plat puisse circuler. L'écrivain Samuel Clemens, qui a été pilote de bateau, s'est inspiré de ce cri pour prendre Mark Twain comme nom de plume. Regardez Molly, sur la droite. L'arrêt définitif pour ces pionniers malchanceux qui étaient en route vers l'ouest. Life can be mighty hard out here on the frontier. That's a shame. It truly is. Ah, regardez ici. Nous arrivons en vue de monticules contenant de l'eau en ébullition. Nous sommes témoins d'une des plus impressionnantes démonstrations de force de Dame Nature. Ces geysers peuvent projeter de l'eau bouillante jusqu'à 20 mètres de haut. Well, they say those geysers have been bubbling away since time began. You could even see the remains of one of them ancient dinosaurs in the rocks. And if you look over there to the other direction, you can see a natural arch bridge. Une autre merveille de la nature sur bâbord. Cette arche naturelle. Sur cette colline se dessine le manoir des Ravenswood. Il appartenait au propriétaire de la mine de Big Thunder. Mais il a été abandonné il y a bien des années. Les habitants de Thunder Mesa prétendent qu'il est hanté. Et si vous êtes assez courageux, vous pouvez le visiter et ainsi vous faire votre propre opinion. Heavens to Betsy, is that the old Ravenswood mansion? I heard it was haunted, sure enough. Just wander over there and check it out for myself, though. If I could put up with all them prospectors in Leadville, I could handle a few ghosts.
Mesdames et messieurs, nous approchons de Thunder Mesa et de la fin du voyage. Les passagers des ponts supérieurs devraient commencer à descendre vers la passerelle principale et de se préparer à débarquer. Vous pouvez emprunter les escaliers situés à bâbord du bateau, c'est-à-dire côté Big Thunder Mountain, qui sont plus faciles d'accès. Well, ladies and gentlemen, we are now approaching Thunder Mesa Riverboat Landing and the end of our journey. Would all passengers on the upper decks kindly start your descent to the lower decks and prepare to go ashore? And please think of using the stairs on the port side. That's the Big Thunder Mountain side of the boat. Lorsque vous débarquez, prenez votre temps. Faites attention à la marche. Et si vous êtes accompagné d'enfants, prenez-les par la main. As you prepare to disembark, please take your time. Look down and watch the steps. And if you have small children traveling with you, please take them by the hand. Bienvenue à Thunder Mesa. Et merci d'avoir navigué avec nous aujourd'hui. Welcome to Thunder Mesa, ladies and gentlemen. It was a pleasure traveling with you today. Et un grand merci à vous, Molly. C'est toujours un plaisir de voyager en votre compagnie. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. À bientôt. Chers passagers, notre croisière à bord du Molly Brand arrive à son terme. Lorsque vous débarquerez, merci de faire attention à la marche. Et si vous avez des enfants en bas âge, merci de les tenir par la main. N'oubliez pas également vos effets personnels à bord. Au nom du capitaine et de tout l'équipage, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et nous vous souhaitons une excellente journée sur les parcs Disneyland. Dear passengers, the bus is coming to the end. As you prepare for the disembark, please watch your step. If you have a small children, please save step at the end. Also be careful not to forget your personal belongings on board. On behalf of the captain and the entire crew, thank you for joining us today and I wish you a magical day at Disneyland Paris. Chers passagers, afin de faciliter un maximum de débarquement, merci d'utiliser les 4 escaliers que nous disposons à bord, côté gauche et côté droit, en priorité ceux de l'arrière. Dear passengers, for the facility of processes for the disembark, please take all the steps on the left and right in priority on the... En nu gaan we eten wat je nog nooit gegeten hebt, bij de Cowboys. Ja, ja, maar je moet je paardpunt laten staan. Ja, maar je mag al hier, hè. Je kunt al hier, hè. Je moet dat straks filmen, hè. Ja, hè. We zijn hier nu. Moet ik kijken, vent. Lekker echte cowboys. Howdy, folks. Ja, dit ben ik. Maar ik ben hier vandaag. Het noemt Philip. Het noemt de Silver Spur Steakhouse. Silver Spur Steakhouse. Je ziet Silver Spur Steakhouse. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, jongens? Ja, een beetje. Want dan ik je zien op de menukaart. Yes. Zo meteen. Wat staat er op de kaart vandaag? Lekker, lekker, lekker eten. Wat staat er op de kaart vandaag? Dat is precies Bobbejaars. Bobbejaars, hoepen, ja. We gaan... En Vitani moest deze morgen nog lekker... naar het toilet gaan. Het ene top schoepen. Merci. Oei, ik heb gemist. Het is Mr. Jurgen dat ik aan tafel mee zit. Ik dacht dat het met mijn vrouwtje was. Ja, goed. Nee, het is goed. Doen we normaal. We zitten in de Silver Spur Steakhouse. Om een keer kijken wat we gaan eten. Is het voor een minuutje, meneer? Ja, wat voor een minuutje wil je? Met slagroom of zo. Moet er een massagetje bij? Dus en die drankjes worden met hem in de menu was. Nee, ik ga een cola pakken, een gewone cola. Ik ga de garnalencocktail pakken. Wauw, het is in Nederlands. Heb je het al gezien? Ja. Zijn ze er dat verstaan dat ik in het Nederlands kwam? Zeg.
Wauw, en hoofdgerecht wordt zalm. Wat ga je hier doen? Ga je hier een hoofdgerecht pakken en een dessert? Of alleen voorgerecht en hoofdgerecht? Wat ga je doen? Voorgerecht en hoofdgerecht? Ja, voorgerecht. Omdat dessert is weer te zwaar, te veel suiker weer. Gewoon kijken voor het dessert in de studio's. Zeg, gewoon kijken voor het dessert in de studio's straks. Ja, je wil gewoon een kroket, hè? Oh, dat is een dessert, hè? Ja, moet dat zien als dessert, hè? En ons voorgerecht is toegekomen. Lekkere garnaaltjes, moet ik kijken, zeg. U wilt er dan nu niet aan beginnen. Huh? Ziet dat af? Lekker, lekker, lekker. Ja, maar gewoon dat ik heb proeven, hè? En onze mod is nog aan het sukkelen met ze. Ja, dat is paniek, want... Oei. Je deed raar. Ah, oei. Maar ja, je doet geen avonturen, hoor. Wat heb je hier gekocht? Ik ging zeggen, een cowboyplank. Ah, een cowboyplank. Een beetje van alles. Een beetje van alles. Ja, het ziet er echt wel lekker uit. Stierenkloten, stierenkloten. Ja, stallenbreuk. Een kippetje. Ja, met je nachos. Nachos, ze zijn smakelijk. Ja, zeker. Ik heb mijn garnaaltjes op ze. Het was lekker. En zijn cowboyplatter is daar ook leeg, maar je vond het niet zo speciaal? Nee. Tja, nou, het zag er wel niet slecht uit, maar ja. Volgende nee, keer beter. Ja, maar het was dus wel, dat groen, die dingen, ik weet niet precies wat dat guacamole. Ook was. Guacamole? Ja, was maar vervrozen. Dus oei, dat, nee, is niet goed. Zo. Allee, ik heb een bootje dan low, was wel niet heel warm, en toen had er iets anders die heel warm was, dus het is niet echt dat. Nee, op naar het hoofd terecht, zou ik zeggen. Ja. Of terecht is aankomen. Wat is dat hier allemaal? Hè? Een zalmtje. Een mini portietje patatjes precies. Groentjes. Oh ja, hier nog pataten. Ja, oké. Okay. Dat kan je nu missen, is saus. Ik niet. Het gewoon lekker gerecht is aangekomen. Oei, mis je geen saus? Nee? Mis je hier nu geen saus erbij? Moet er toch saus bij? Oké. Okay. Ik heb dat met een vlak omhoog doen. Wat heb je dan? Ik heb het wel schaam. Oei. Oei. Dat is een nieuwe Kodak, zeg je. Sponsor nu? Ja. Vonden ze de spons. Allee, smakelijk. Ja. Hola! Het show is bezig. Zeg ik hier ook, ze zien hier een aanslag aan het plegen op mijn leven. Of ik zeg, ja, dat is misschien onze moot hier die slecht heet net en zijn darmen die een beetje knal. Een boerke. Ja, man, wat zo'n knal zeg. Maar eigenlijk moet ik wel zeggen, toen we hier in de Lucky Nuggets gegeten hebben, vond ik het lekkerder dan we vanmiddag gegeten hebben. Ah, ik niet. Ik wel. Nee, ik niet. Hamburger is veel te droog. Ja. Maar ik ga een beetje doorstappen en nog een beetje van die parade zien. Dat is het geval geen van de... Ik vind dat me wel leuk. Favoriete copyright muziekparades. Mijn broek is Illumi. Ah, hallo. Hoe zeker is het? In één is precies voorgekomen. Goedendag, dames en heren. We zijn hier terug bij Philip de Movie Dealer Evans deel 2. We staan hier nu bij het aanhoren van deze mooie muziek net voor deze winkelstraat waar we nu eventjes gaan shoppen. Meer bepaald onze bankkaart leegmaken. Het zou misschien wel bij kijken blijven, maar het is ook wel leuk om eventjes te kijken. Een houden tip, Disney hoeft niet duur te zijn. Als je gewoon eventjes kijkt en denkt van oh, dat is een mooi bord, ik kan daar misschien lekker uit eten. Dat kan je doen hierachter, maar dat hoeft je helemaal geen geld te kosten. Dus gaan we nu eventjes door mijn street lopen en we gaan eventjes wat gaan winkelen. Ik denk dat jullie wel eens eventjes mee willen gaan, hè. Bye! Zo zeg, heeft dan punten dat hij ermee stopt. Dat gaat kikken staan. Dank je. Ja. Presentatie, meneer Vitanimo. Dank u wel.
Nocleur. Ja. Vitamintje. Wat wordt het? Eieren of jong? Wat? Wat wordt het? Eieren of jong? Eieren of jong. Ze zeggen dat je niet weet wat je wilt. Wat wil je? Eieren of jong? Nooit gehoord. Maar alleen. Het wordt mijn favoriete boutique. Wat is je favoriete boutique? De Harington. Ah, Haring in de Ton. Ja. Is dat je favoriete boutique? Haring in de Ton. Zij vind ik zijn nog altijd niet geweest. Ja. Dat is een betaalde, of FedEx niet welkom, mijn bak. Wat is FedEx eigenlijk? De vervoersmaatschappij, Rick de Post, bakjes. DHL is FedEx. Ken je dat niet? Nee. Nee. Open de deur.
Wat hè? Ik heb het in de zak doen. Ladies and gentlemen, this train stops the Brug, the Hens and Pieces. Bonjour. Dat is eigenlijk. Goedendag en welkom op deze trein, Intercity trein richting Disneyland, een rondje heen en terug. Philip is momenteel een dutje aan het doen, dus neem ik eventjes deze vlog over, want we zijn al best aan deel 3, aflevering 3 van National de Filippo Rafik. We gaan een ritje maken doorheen verschillende zones, verschillende landen. We gaan naar Piratenland, we gaan naar Cowboyland, we gaan naar nog andere land. En Philip is als een klok aan het kijken. Ik ben hem waarschijnlijk aan het vervelen. Oei, hallo Lens. Wie is? Hallo Lens. Hallo. Dus, veel plezier. Doei. Ja, ondertussen hebben we wat geshopt. We hebben geshopt in Nederland, op een andere moment. Maar we zullen een leuke geld uitgeven. Dus dan heb je ook een leuke shopping. Met deze dat je een trein hier in Hollywood hebt gestapt. Ik denk dat ik dit is de train van de right, thank you. Por favor, no me dejes sentado dentro del tren durante el viaje. Gracias. Je vous rappelle également que les gares de Fantasyland et Discoveryland sont fermées. Merci. The Fantasyland et Discoveryland station are closed. Las estaciones de Fantasyland y Discoveryland están cerradas. Discoland. Et de la nature, qu'est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du phare. Weer een pannen. Mooi. Voici Frontierland. Serieus probleem wat daar precies. Où les forts serpents dans toute liberté et où la fortune est au bout du rêve. This is the legendary American Lake, where the rivers still run free, and anyone's dream can turn to gold. Thank you.
Show is just to do. Wat? Ja, ik hoop het dan niet. Zou je wel een keer de show gaan? Niet dus. Bienvenue aux nouveaux passagers. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. We are with Franchon Arrebo to Main Street Station. Please remain correctly seated inside the train throughout the ride. Thank you. Discovery Land and Fantasy Land Station are closed. Bienvenidos a los nuevos pasajeros. Nos vamos a la estación de Frontierland Natela de Main Street. Por favor, permanezcan sentados dentro del tren durante el viaje. Gracias. Las estaciones de Fantasy Land y Discovery Land están cerradas. Ces ruines au loin marquent notre entrée dans Adventureland, le pays de tous les mystères. Oh, see that ancient temple in the distance? That means we've entered Adventureland, the world's most mysterious region. Ja, hoe de poten in train zegt ze. Merci de surveiller vos enfants. Nous arrivons à Fantasyland. Fantasyland Station.
nouveaux passagers. Pendant le trajet, veuillez rester assis et garder bras et mains à l'intérieur. Et s'il vous plaît, veuillez ne pas fumer. Merci. Ne manquez pas une vue panoramique de Fantasyland. Oh oui, c'est lui. Oui, plus tard. Nous traversons maintenant ce Small World qui célèbre les enfants. Dat is je lievelingsattractie. Just move. Happiness proves that everything. It's a small world. Niet aan grill. Soms wel. This is Discovery, where dreams of the future are as limitless as the imagination. Singing to spring for the
Et waar? De Moendigons toch? Oh jawel. En wat is die? 3. Ja, maar ja, anders gooi je geen plek hè. En dus de motor heb ik nog een keer wel toe. Of de Wasp. De Wasp, yes. Voor een handtekening. Ja. Maar ik ben hier, ja. Ja. Ik ben een honger, ik ben ergens wel loopie. Ik ben er wel fan van. Ik ga liever hikey. Dat had ik alweer gedacht. Ja, meisje, we zijn in Marvel Campus, echt fantastisch. Formidastisch. Super spastisch. Elastisch. Mooi, de vlogging backstage. Hier zit, bewust, we zitten in Avengers Campus. Nu nog niet. Hier zit Pim Ketchen. Ga je niet meer op Pim Ketchen? Dus we gaan daar een keer op de piepen. Ik had al iets van dat er al
Ça demande pour la photo après. Demande pour la photo après. Une photo ? Ah, l'eau qui s'enfuit. Hello. Yeah, quickly because my brother is waiting. Let's not keep him waiting. Thank you. Thank you. Is that serious? Au revoir, Luca. Thank you. Attention à la marche, utilisez toutes les places disponibles dans le véhicule. Asseyez-vous et mettez ces lunettes de ciblage WebVision. Nous avons des speederbots à Antoine. In a clear, watch your step as you enter into the vehicle. Take a seat and put on the WebVision tracking glasses. They'll help you find all those rampant spider bots. Attention à la marche, utilisez toutes les places disponibles, asseyez-vous et mettez ces lunettes de ciblage WebVision. Ils ont tout.
tire sur ces pots de fer, on déclenchera peut-être une réaction en chaîne. Oui, la chain reaction with the green book. We zijn veranderd, Jordi stond hier in een keer. Jordi stond hier. Het was hier juist de Jurgen en nu is Jordi. Maar even... Oh, de Tower of Terror. Ja, je komt hier gezipt, woesh, hij stond hier. Ik ken niet. We zeggen mij aan mij, maar dat ligt niet juist. Nee, ja. Ik ben wel even Selina hier nog op geweest. Hè? Een jaar, nee, misschien niet. Net niet, je had ze kunnen. Ja, dat kan. De service, il est toujours en état de marche et il vous attend. Nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter, car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la quatrième dimension. Passez un bon séjour, enjoy your stay. Et quand on va faire un boucle? Inside the elevator at all times, and through express.
Ah, Oper stinkt, joh, dan. Ah, ja. Ja, ja.